Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgesteld op 29 oktober. O, vandaag weer een tweedeling in het land. In het zuiden van het land brede opklaringen. In het noorden was het lang bewolkt en zelfs ook mistig. Inmiddels zijn die opklaringen wel naar het noorden getrokken, dus ook daar schijnt nu de zon. Vanuit het zuidwesten komt juist weer meer bewolking binnenschuiven. Vanavond en vannacht zien we ook een mix van wolkenvelden en opklaringen. En met name in het noordoosten van het land kan het weer mistig worden. De temperaturen die liggen vanavond rond de 10 tot 12 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind en er zijn wolkenvelden en opklaringen. De meeste opklaringen vinden we juist in het noorden terug en dat betekent voor vannacht dat daar ook de mist kan gaan ontstaan. Ook is er dan veel laaghangende bewolking. De temperatuur die daalt naar zo'n 4 tot 7 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Morgen ziet het er in een groot deel van het land prima uit met perioden met zon en ook wel wat wolkenvelden name in het westen kan er wat dikkere sluierbewolking binnenschuiven. In het noorden van het land blijft het sowieso lang bewolkt, omdat daar is de mist en laaghangende bewolking moet optrekken. Betekent ook grote verschillen in temperatuur in het noorden waarschijnlijk zo'n 12 graden. In het zuiden kan het 16 of 17 graden worden. Het is wel overal droog. Droog is het ook in het weekeinde. En dan gaan de temperaturen nog wat verder omhoog. Op zaterdag zo'n 16 tot 18 graden, zondag 15 tot 17 graden. In heel het land laat de zon zich zien. Natuurlijk zijn er ook wat wolkenvelden, maar het blijft overal droog. En dat geldt ook nog voor de maandag. De temperatuur gaat dan wel iets dalen. Het wordt dan zo'n 12 tot 15 graden. En ook de dagen na blijft het nog bijzonder rustig weer. Met temperaturen die nog iets verder gaan dalen. Maar de nachttemperaturen die blijven voorlopig nog ruim boven het vriespunt. Mijn naam is Raymond Klaassen van Weerplaza.